Het is een heel bijzondere dag. Er komt, als het goed is, een regeringsverklaring. Hier aan de overkant van het plein, we zitten in het Hol van de Leeuw. Wat zijn nou de dingen op deze wereld die van ons allemaal zijn? Lucht, water, vrede. En hoe kunnen we staten, NGO's, bedrijfsleven, media, mensen het een beetje beter organiseren dat we daarmee ook bereiken wat we willen? Dat is een heel omvattend thema. Ik denk dat de wereld die verandert heel snel en ik ben gewoon benieuwd wat de wijze heren daarvan vinden en dames. Nou, ik denk dat er een enorme uitdaging ligt om die gemeenschappelijke publieke goederen, zoals klimaat en veiligheid, om daar echt een gemeenschappelijke inzet voor te hebben. En de vraag is, hoe kunnen regeringen en de civiele samenlevingsorganisatie daarbij samenwerken? Wij zijn trots op ons buitenlandbeleid geweest, op wat wij als Nederland deden. We hebben ambitie gehad en dat moet terug. Common but differentiated responsibilities. En wat betekent dat? Dat differentiated, dat je rekening moet houden met het ontwikkelingsniveau van de economie. En voor mij is het moment gekomen dat de twee meest ontwikkelde, de Verenigde Staten en de Europese Unie, de moed zouden moeten hebben. Wij wachten niet op de hele wereld, maar we verplichten ons op weg naar een CO2-arme economie. In onze economieën te internaliseren, prijs per CO2. The point is not that we invest in our houses. No, we can also invest in our houses, but this doesn't solve the climate problem. We have to put the money in China and India. And this is like global cooperation. And we have to open the mind that we are richer if we cooperate, including money flows. Then trying to solve everything at home, that the money stays with us. Yes, we like markets. Markets can be sustainable. But then it's certainly not free markets. It's ecologically and socially and culturally regulated markets. Go eco-social. We talk about a so-called double strategy in which companies do what they have to do under the markets as they are. But at the same time, they argue and join NGOs and join politics to modify the rules of the game and to make the game a game that is compatible with sustainability. How to change the game to save the common goods? Representatives of business, government and civil society all discussed who should do what. The question was all the more interesting since on the exact day of the conference and on the same spot, a new government coalition announced its plans. Today was a farewell for SIB chairman Jos van Gennep. Hopefully, it was not a final goodbye as well to the whole of Dutch international cooperation. Je moet echt samen kijken naar nieuwe, innovatieve oplossingen om die grote problematiek van ontwikkelingslanden op te lossen. Moet ik zeggen. En als bedrijfsleven hebben we daar natuurlijk ook hun winstkansen bij. We noemen dit een win-win-win aanpak. Zoals eerder gezegd, een win voor de ene partner, een win voor het bedrijfsleven. En tenslotte wel een hele belangrijke win in de gemeenschap waarin je werkt. De grote algemene problemen, die kunnen natuurlijk niet alleen of zelfs niet bij voorkeur door het bedrijfsleven worden opgelost. Daar heb je echt andere arrangementen voor nodig. Je kan niet een gezond bedrijf opbouwen in een maatschappij die ongezond is. Waar in het verleden gesproken werd achter gesloten deuren in vertrouwelijkheid over dilemma's en over welk beleid je zou moeten ontwikkelen, dat goed ging. Dat beleid is nu geformuleerd. Alle bedrijven hebben dat. Ze hebben het ook op hun website. Maatschappelijk verantwoord ondernemen of corporate social responsibility. En wat wij nu hebben gezegd is, we willen nu ook gaan kijken of dat praktijk ook in werkelijkheid zo uitgevoerd wordt. Je ziet dat veel NGO's erg in de sfeer van de uitvoering van ontwikkelingshulp terechtgekomen zijn. Nou, dat zou in toenemende mate toch iets moeten laten zijn voor landen zelf. Ofwel voor NGO's uit het zuiden. En Nederlandse NGO's zouden zich in toenemende mate moeten profileren op de vraag,
hoe Nederland met de wereld verbonden is. Hoe dat moet. Ontwikkelingssamenwerking heeft geleerd, heeft heel veel fouten gekend. Omdat vroeger vooral gebruikt werd om de eigen exporten te promoten of om vriendjes in de Koude Oorlog te helpen. Langzaam maar zeker is er meer kennis en kunde om dat gezamenlijk met bedrijfsleven en kennisinstellingen te doen. Op zo'n moment heeft Nederland dus een voordeel, moet je het wel gebruiken. Probeer erg te redeneren vanuit wat voor Nederlanders van belang is. En dat is niet alleen een plat Nederlands belang van hoe we geld verdienen, maar dat is ook een lange termijn belang bij wat een betere wereld is. En hoe je daar per onderwerp arrangementen op kan maken. Filantropie is uit de wereld. Wij doen niet aan filantropie. Dat is niet duurzaam. Het voordeel van het common good is dat het niet iets is dat door anderen wordt aangereikt, verzekerd wordt. Het is het product van ons aller inspanning. Niet alleen van de hele wereldgemeenschap, maar ook van de gemeenschappen, de communities onder de global community. Van individu tot gemeente, tot staat en de EU. Maar wat is dan de rol van Nederland? Onze eigen verantwoordelijkheid. Global common goods, die niet geschaard worden door een breed draagvlak van nationale inspanningen, zijn als vliegtuigen die plots in een luchtzak naar beneden vallen. En het gaat inderdaad ook nakomen van onze belofte van 0,7 tot 0,8 van het BNP te bestemmen voor ontwikkeling en armoedebestrijding. En misschien tegen de zin van een bepaald gedeelte van de publieke opinie, maar dan gaat het om die drieslag van diplomatie, veiligheid en globale armoedebestrijding. Maar het is vooral een schets van in ieder geval noodzakelijke en mijn zinziens, ik ben het geen irrealist, ook haalbare politieke doelstellingen om de common goods in a divided world te verzekeren. Dank u wel.